De procedure tot de benoeming van de procureur-generaal heeft vandaag vragen opgeroepen bij leden van de Nationale Assemblée. Leden staan erop dat de regering uitleg geeft over deze kwestie. ABO-parlementariër Edward Belfort wilde weten hoe er verschillende meningen zijn ontstaan over dit vraagstuk als volgens de wet de gehele regering goedkeuring moet geven. Het assembleelid vraagt zich ook af waarom een deel van de regering niet aanwezig was bij de vergadering waarin het besluit van benoeming van de PG is genomen. NDP-parlementariër Rabinder Permeester vindt dat de zaak politiek ernstiger is en wilde daarom van de regering weten of de coalitie nog intact is. Ik zat ook in de regering waarbij zwaarwichtige besluiten zoals genoemd in 116 van de grondwet. Alle ministers tekenen, voorzitter. Alle ministers, alle ministers. Vraag ik via u aan de regering. Hoe is dat nu in orde? Want wettelijk klinkt het dan. Eigenlijk is het een nietige besluit, voorzitter. En ik heb in de tijd ook hier genoemd de kwestie van HPSG. Voorzitter, ik wil voorkomen dat straks zaken doorgedrukt worden en een advocaat de zaak gaat toetsen bij het constitutioneel hof en hoort de PG is niet rechtens benoemd. Dan hebben we weer een ander probleem, voorzitter. We zien het ook hier, voorzitter. Dan is de partner... De ABAP wel gekend, niet gekend. De VP gekend, niet gekend. En de zaak van de PG is van, voor mij, dat zijn van procedure. Voor mij is het belangrijker hoe stevig is het bestuur van het land. Die wij, het parlement, hier afgevaardigd hebben, voorzitter. Zowel de president als de vicepresident zijn door ons hier benoemd. Wij dienen hun verantwoording te vragen, voorzitter. Wat gebeurt er met het bestuurlijke, voorzitter? VHP-parlementariër Aziz Gumar Gayadin haalde aan dat er geen twijfel zouden moeten zijn over de coalitie. Zijn collega van de NBS, Ivaneel Duplein, is van mening dat deze zaak de samenleving bezighoudt. Plein pleit daarom voor meer informatie vanuit de regering. Wij hebben wettelijke regelingen en zover leden in het parlement de wettelijke regelingen en wijzigingen die hebben plaatsgevonden niet hebben doorgenomen, willen we hen verwijzen naar het staatsbesluit, of tenminste de twee staatsbesluiten, waarbij aanpassingen zijn gebracht in de wettelijke regelingen. En dat gaat met betrekking tot hoe besluiten worden genomen. En zover dat niet duidelijk is, nogmaals doen we beroep en dan kunnen we dat ook ter beschikking laten stellen. Het zijn publieke staatsbesluiten, voorzitter, en daar willen we het parlement kennis van laten dragen, voorzitter. En niet verwezen worden naar staatsbesluiten, maar we moeten het bij monden van de regering, die verantwoordingsschuldig is aan het parlement, daar moeten we informatie voor over krijgen. Dank u wel, voorzitter.